Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video, de allerlaatste aflevering van dit seizoen van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we alle punten verdelen, gaan we alle tickets verdeeld zien worden en gaan we gewoon dit mooie seizoen afsluiten. De laatste vier wedstrijden die wij voorspeld hebben waren namelijk Almere City tegen Emmen. Dat werd 2-0 voor Almere City. Sparta Twente werd 1-1. En de terugwedstrijd Emmen Almere werd 1-2. Wat betekent dat Almere gewoon naar de Eredivisie gaat. Dat vind ik zelf heel gaaf. En FC Twente heeft met 1-0 van Sparta gewonnen. Dat betekent dat FC Twente de voorronde van de Conference League ingaat. En dan zijn de tickets zo verdeeld. Feyenoord gaat de Champions League in. PSV voorronde Champions League. Ajax gaat voorronde Europa League in. En AZ en FC Twente gaan voorronde Conference League in. En dat betekent dat FC Emmen, Cambuur en Groningen alle drie naar de keukenkampioendivisie gaan. In de keukenkampioendivisie gaan de nummers 1 tot en met de 3 alle drie door naar de Eredivisie. Dat gebeurt heel zelden dat het zo verdeeld is, maar de eerste drie ploegen die gaan door naar de Eredivisie. Dus dat is in ieder geval heel erg knap. Dan gaan we ook nog heel eventjes wat standen bekijken van de belangrijke competities, noem ik ze even. In Engeland werd Manchester City kampioen. Die is er vandoor gegaan met een Champions League ticket. Net als Arsenal, Manchester United en Newcastle United. Dat betekent dat Liverpool en Brighton Europa League gaat spelen. En West Ham United, omdat zij de Conference League hebben gewonnen. En Aston Villa gaat voorronde Conference League spelen. Dat betekent dus dat Tottenham Hotspur en Chelsea allebei zonder Europees voetbal zitten volgend jaar. En dat is pijnlijk voor hen. Wat ook pijnlijk is dat Leicester helaas gedegradeerd is naar de Championship samen met Leeds United en Southampton. In Duitsland zijn de tickets zo verdeeld. Bayern is natuurlijk weer kampioen geworden met evenveel punten als Dortmund, dus het ging puur op doelsaldo. Dat was wel heel erg sad. Ze hebben wel allebei een Champions League ticket te pakken. Leipzig en Union Berlin gaan ook de Champions League in. Freiburg en Bayer Leverkusen hebben een Europa League ticket te pakken en Frankfurt gaat voorronde Conference League spelen. Schalke en Hertha BSC zijn allebei gedegradeerd. En Stuttgart heeft zich weten te handhaven tegen HSV. Schalke en Hertha gaan dus helaas Zweite Bundesliga spelen. Maar dat is dus niet zo goed. We hebben in Spanje Barcelona als kampioen, Dick ook. Die gaan natuurlijk de Champions League in. Net als Real Madrid, Atletico Madrid en Real Sociedad. Villarreal en Real Betis gaan Europa League spelen. En Osasuna gaat voorronde Conference League spelen. Dat betekent dus dat Sevilla en Valencia het heel slecht hebben gedaan. Die gaan allebei niet Europa in. En voor Sevilla... Wacht, Sevilla gaat trouwens wel Europa in. Want die heeft volgens mij de Europa League gewonnen. Dus die gaan zelfs Champions League in, bedenk ik nu. Sevilla gaat Champions League in. Die ben ik hier vergeten eraan toe te voegen. En Valladolid... Espanyol en Elche gaan naar de Segunda Divisie. Helaas voor hun. En in Italië, en dat is de laatste die we gaan behandelen, is Napoli kampioen geworden. En dat heeft heel lang geduurd. Dus heel fijn dat er een keer een nieuwe kampioen is daar. Daar worden meestal dezelfde clubs kampioen. Lazio is tweede, dus dat is sowieso een leuke top 2. Zowel Napoli, Lazio, Inter als AC Milan hebben alle vier een Champions League ticket te pakken. Atalanta is vijfde geworden en speelt Europa League, net als AS Roma. En Juventus is zevende geworden en die gaan voorronde Conference League spelen. En die hadden natuurlijk wel 10 punten in de mindering gekregen. Spezia, Cremonese en Sampdoria gaan alle drie naar de Serie B. Dan zijn nu de echte punten verdeeld. We hebben een kampioen en ik ben het zelf niet. Nee, Stan de voetbalman is kampioen geworden met 284 punten. Heel erg gefeliciteerd. Iedereen feliciteert hem ook even in de beschrijving, dat verdient hij wel. Hij heeft zijn tweede ster gekregen. Ikzelf ben tweede geworden met 279 punten en Jurgen is derde geworden met 276 punten. Als jullie de volledige stand willen zien, dan is hij natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Wat ik ook even wou benoemen is een paar subclasses. De meeste weekwinnaar, degene die het meeste weekwinnaar is geworden, is Thomas. Die is 5 keer weekwinnaar geworden. Stan en Jurgen zijn allebei 4 keer weekwinnaar geworden. En de meeste punten in één ronde was ik zelf met 21 punten. En Stan had 19 punten in diezelfde speelronde. En Julian is een keer weekwinnaar geworden met 18 punten. En dat was de derde hoogste score die werd gehaald in een ronde.
Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van dit seizoen van Eredivisie Voorspellen. Of er nog een nieuw seizoen komt volgend jaar, ik denk het wel, maar ik weet het nog eventjes niet. Want ik heb dit jaar heel erg gemerkt dat ik gewoon heel vaak de tijd eigenlijk niet heb. Gelukkig ben ik heel erg geholpen door Luc. Misschien wilt hij dat volgend seizoen weer een paar keer doen. Maar het kost me in ieder geval heel veel tijd. Ik vind het wel leuk om te doen. Maar daar zit nog een beetje mijn twijfel in. Ik ga er wel vanuit dat ik volgend seizoen weer gewoon bij ben. Om jezelf op de hoogte te houden en met meerdere mogelijkheden, je abonneert op het kanaal en dan zie je hem vanzelf verschijnen. Wat ook wel helpt is onze Discord, waar eigenlijk heel veel voorspellers al in zitten, waar je ook lekker met elkaar kan kletsen en dan word je vanzelf al op de hoogte gehouden of ik weer een nieuw seizoen ga starten. Ik ga er vanuit, maar ik weet het nog niet zeker. Ik zie jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video en misschien wel Eredivisie voorspellen. Adios, amigos.